Tijdens Oud en Nieuw zijn er tientallen feestjes in de stad. Mocht je nog niet weten wat je gaat doen, let dan nu even goed op. Vandaag vraag ik het winkelend publiek in Nijmegen wat hun plannen zijn voor deze jaarwisseling. Hoi, wat ga jij doen met Oud en Nieuw? Op vakantie. Waar naartoe? Frankrijk. Waarom? Ja, skiën. Nou, ik heb nog geen definitieve plannen. Maar wat ben je misschien van plan? Nou, ik heb een aantal feestjes waarvoor ik ben uitgenodigd. Vertel, welke feestje? Ja. Is dat ergens in de stad of bij mensen thuis? Bij mensen thuis wel, ja. Wat doen jullie met Oud en Nieuw? Niks. Niks? Nee. Ben je, lig je om 12 uur in bed? Ja. Waarom? Gewoon, ja. Vind je Oud en Nieuw kut? Ja. Serieus? Heb jij geen vrienden? Nee. En de vriendin vraagt of ik misschien mee wil naar een bruiloft die met Oud en Nieuw is. Is dus, het om 12 uur ook echt? Ja, serieus, ja, dat begint dan om 8:30 en dan gaat ze volgens mij trouwen net voor 12 uur en dan met z'n allen gezellig samen vieren. Ja. Dat is best bijzonder. Ja. Ja. Ik denk dat je dat moet kiezen. Ja, dat kan inderdaad, maar dat ben ik nog, ik heb nog geen keuze gemaakt, dus ik weet het nog helemaal zeker. Ik ga naar een vriendin en dan gaan we naar een feestje. Ga naar de kroeg of zo. Na 12 uur? Met 12 uur? Nee, na 12 uur. Gewoon bij vrienden. Dus, en na 12 uur? Goed zuipen. Zeker goed zuipen, ja. Ik ga naar mijn schoonzusje. En jij? Uit. Dag daarna moet ik wel werken, om 10 uur. Dus, en dan de hele dag werken, dus dat is wel pittig. Wat ik met Oud en Nieuw doe? Ja, nog geen idee eigenlijk. Nee. Geen plannen? Nou, ik heb meerdere opties. Huisfeestjes, misschien uitgaan, maar dat gaat niet echt mijn prioriteiten uit. Waarom niet? Waarom wil je niet uit? Ja, dat is belachelijk druk, joh. Dat is niet te doen. Nee, echt niet. En dan betaal je €30 en dan kom je ergens binnen waar je normaal gratis naartoe gaat, weet je wel. Het is gewoon lekker huisfeestje dat je met vrienden bent. Ja, vuurwerk afsteken en gewoon een borreltje drinken. En heb je nou tips voor mensen die nog niet weten wat ze gaan doen met Oud en Nieuw? Nee, want ik weet het zelf ook niet. Dus misschien ben ik niet helemaal de aangewezen persoon om dan advies te geven. Nou, ik denk, vraag gewoon even vrienden wat ze doen. En wat leuk is, denk ik, wat zij gaan doen. En kijk of je mee kan, denk ik. Naar de grote stad gaan. Ja. Dat is leuk, hoor. Kun je beter daarin gaan. Naar een stad zoals Nijmegen of zo. Ja. Ik zal gewoon lekker thuis blijven. Goedkope champagne drinken. Lekker met vrienden om je heen. En dan een stuk beter is. Ja, dat draait het om, toch? Heb je nog goede voornemens voor het nieuwe jaar? Meer sporten en minder ongezond eten. Oké, dat klinkt heel goed. Ga je dat volhouden? Ik hoop het. Maar ik twijfel een beetje of ik het volhouden. Ja, ik wil gaan mediteren in het nieuwe jaar. Dat is mijn eigen voornemen. Waarom? Ja, omdat ik heb daar laatst een documentaire over gekeken. En ik vond dat heel, heel interessant. Dus ik wil dat eigenlijk zelf proberen of ik dat kan. Meer sporten in de sportschool. Dat wilde ik wel meer gaan doen. Voor de rest eigenlijk niks. Nee. Ik ben niet echt van de goede voornemens, moet ik zeggen. Wellicht iets gezonder eten, meer sporten, een beetje standaard, weet je. Studie een keer afronden, dat zou leuk zijn. Gezonder leven, goed met school bezig zijn en... Je eet ongezond. Af en toe. Misschien dingen niet meer uitstellen. Goeie. Ja. Jij? Ja, ik sluit me erbij aan. Vind je deze video leuk? Doe dan ook even een duimpje omhoog en laat een reactie achter onder de video.